No prison can hold up. Welkom bij onze nieuwe vlog. Vandaag gaan Shari en ik een boeking draaien in Amsterdam Zuidoost. En ik ben nu bezig om de apparaten schoon te maken. Dit is onze popcornmachine. En dat is onze suikerspin. We zijn nog bezig om wat apparaten aan te schaffen. Maar zodra het binnen is, laten we jullie weten. Dan kunnen jullie ons boeken met nog meer apparaten. Ik neem jullie vandaag mee in de vlog. De apparaten net in de auto gezet. Dus we gaan zo meteen weg. Ik laat jullie even zien. Zo. Ready to go. Klaar, iedereen is klaar. Zijn aan de auto gerend. Kijk om te werken met Chef's Candy. Dus we gaan nu weg. Alles zit al in de auto, hoop ik. Hoewel ik niks vergeten ben. Anders heb ik een probleem weer. Kijk mevrouw, moet altijd de lippen even doen. Klopt. Kinderen gaan even naar tante. Ja. Hè? Ja, oma is op vakantie. Oma is op vakantie, dus jullie moeten even naar tante. En dan gaan mama en papa even werken. Ja. Even snel wat ophalen. Ja, dan laat de bom doen. Yes. Mama, morgen weer. Nou mensen, ik ga rijden. Ik zie jullie zo meteen. Tot straks. We hebben even een stop gemaakt bij de Burger King. Want ja, die moest even weer naar de toilet. Dus even een stop en daarna gaan we door naar het feest. Ik hoop dat ze snel doet, want we moeten er met 20 minuten al zijn. Dan is het alweer 4 uur. We komen bij de plaats van bestemming. Ik moet gewoon mijn apparaten showen, want ik ben elkaar vergeten. Heel irritant. Dus ik ga deze apparaat nog even brengen. En dan gaan we beginnen. Ik neem jullie mee. Ik kan nog geen popcorn draaien, helaas. Nog even wachten. Poppen. Ik kon nu pas beginnen, want de tafel was er nog niet, dus nu pas begin ik de eerste ronde met bakken. Ja, oranje hè? Mijn medewerkster hier. Huh? Mijn medewerkster. Popcorn. Het is geen zoet. Het is gewoon zout hoor. Zoet maken wij niet. De bouw zou ik er spin. Einde werkdag. We waren bezig. De klant had geboekt voor 2 uurtjes. En toen waren we bezig. Waren we bijna klaar met de eerste 1,5 uur of zo. Kwam ze. Wat kost het als ik jullie een uurtje langer wil boeken? En normaal gesproken vraag ik altijd van goh, hoeveel mensen verwacht je? En dit en dat. En dan haal ik rekening daarop, zeg maar, mijn suikers en zo. Nou, dit keer heb ik. Ze had tegen me gezegd rond de 30, 40 kinderen. Oké, nou, ik heb genoeg suikers meegenomen voor die 2 uurtjes. En voor een uurtje, ja, is makkelijk in te schatten. Maar voor 2 uurtjes schat ik het altijd, weet je, als kinderen misschien 2, 3 keer willen. Nou, kortom, ik zat te twijfelen of ik het nog een uurtje kon nemen. Kinderen zijn natuurlijk ook bezig op, als oppas. Dus ik zat ook een beetje te twijfelen. Oké, ik heb nog 2 andere afspraken hierna. Ik moet nog spullen ophalen. Ik moet nog bij een andere vriendin spullen halen voor de tuin. Dus ik zat een beetje te twijfelen. Doen of niet doen, doen of niet doen. Dus ik zeg tegen haar van luister, ik kan je pas tegen 6 uur dan vertellen of ik het red met mijn suikers en zo voor nog een uurtje erbij. Nou, zo gezegd, zo gedaan.
Toen zei ik, oké, ik 17:50 zei ik, nou, ik red het wel voor nog een uurtje erbij. En ja, ik ben er toch al, dus ik geef je wel een korting erbij. Zo lief ben ik dan weer. En ja, uiteindelijk alles afgerond en netjes een uurtje nog erbij gedraaid. Dus we zijn een uur later klaar. En morgen moet ik weer om 7:00 starten met werken. Dus ik ga nu naar die twee afspraken. Dan gaan we snel door naar Isha om de kinderen op te halen en gelijk door naar huis. Zodat ik op tijd kan slapen om morgen fit en fruitig bij de kindjes op de opvang te zijn. Volgens mij heb ik jullie dat al verteld, dat ik dus nu voor mezelf werk. Af en toe neem ik een dienstje in de kinderopvang. Daar weer een naschoolstof van, doe ik niet echt, maar ik kan wel. Begeleidende diensten kan ook, maar geef mij toch maar de kindertjes. En dat heb ik net ook gedaan. Dus dat vind ik het leukste. Zo zie ik eruit na een dagje hard werken. Nou, volgens mij kan je dat niet zo goed zien, maar het is heel vies. Echt, ik vind onze t-shirtjes wel echt heel mooi geworden. Shout-out to Willy van Alacrossi. Echt superleuk. Willen jullie ook werk-t-shirtjes? Ze maakt van alles. Dus hierna gaan we jurkjes voor mij laten maken dan. Voor Fabian gaan we polo's laten bedrukken. Voor bruiloft en zo kunnen we dat ook gebruiken. Staat wat netter dan. We moesten een kast halen. Nou, ze zegt een kleine kast. Het is een kleine kast. Een grote Kallax-kast. Is niet eens een grote. Het is gewoon een viervak. Zij schat dingen nooit goed in. Het is een viervak. En denk je dat die kast gaat passen nu? Ja, niet meer? Ja, het past erop. Oké, het past erop. Het past erop, hè? Het past erop, Fabian. Die andere kast staat al hoog zo. Gewoon niet al met vier vakken. Dus dit wordt de tweede erop. Hoezo zou het niet passen? We gaan kijken of het gaat passen. Als het niet gaat passen, dan vlam ik in. Dan ga ik jou schreeuwen. Fabian gaat met mij discussie en hij zet het ook nog eens op de vlog. Fabian gaat met mij discussie en hij zet het ook nog eens op de vlog. Ja. 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 Maar denk je, je weet toch hoe mijn voorkast nu is, toch? Ja. Deze kast is gewoon zo. Laat jullie straks zien. Even de kinderen ophalen. Kijk, zie je hier die bengels. Was het leuk met tante Isha? Ja. We gingen ook naar buiten toe naar voetballen en we gingen ook naar de winkel. Maar de winkel was heel dichtbij. Als je die bruggetje gaat, dan naar rechtdoor lopen en dan naar links lopen, dan ben je het al. Oh, oké. Okay. Het kleine winkelcentrum heb je. Ja. Daar is ook een supermarkt en ook nou, mama heeft zo'n kast gehad, we moeten even proppen, hè? Ja, even proppen. Even kijken wat ik voor jullie kan doen, ja? We moeten een beetje naar achteren gaan. Zo, we gaan kijken hoe dit gaat doen. We gaan een beetje puzzelen. Nee, ik pas niet. Nee, je moet je voor je naar achteren vissen, dan kan tussen je benen zitten dan zo. Jawel. Kan je dat dan? Kan je zo blijven zitten? Au, au, au. Mijn kast de bollen in bed. Oeh, wat au, au, au. Die apparaat! Wat? Wat? Even je schoenen uit. Wat? Die apparaat? Die apparaat. Die apparaat doet pijn. Oh. Ga op je knie of zo dan? Misschien iets. Okay. Ga op je knie of zo zitten? Je kan niet op die apparaat zitten, hè? Dat niet. Nee, weet ik gewoon. Ah! Wat? Wat nou weer? Hele tijd. Die ding toch? Nou, anders moet hij voor bij jou tussen je benen hoor. Nee, maar en dat is politie. Oh, als we politie. Anders ga jij daar achter liggen, dan kunnen hun twee voor. Nee, mama! Mama, je moet je tas wegzetten, dan kan ik onder die ding toch? Onder die. Kan je daar onder? Ja! Oh ja, dan kan dat door. Dan moet je je stoel naar achter doen en dan kan je zo. Ja, kom. Ik kan hè? De hondje. Mama. Thank you. De oude deze moet dat zo weg. Thank you. Thank you very much. No. En dan kun je het best in de hond. Thank you very much. Oké, dus toen. Of is het dan? Dan ga jij achter zitten? Ja. Mama, de stoel een beetje naar achteren. Dan kan jij kan wel een beetje. Ja, moet even kijken. Ik ga pas in een feestje, maar we zien het ook. Jawel. Misschien. Oké, ja, zo moet je. Kan je een beetje naar achter staan? Nee, ik kan niet een beetje. Kijk, zit je goed zo? Ja, is je goed? Toppie, oké, okay, ja, mooi. Zet
zitten. Iedereen zit? Je moet... Ja, oké, we gaan. Doei. Ai, ai, ai. Je moet zitten. Ja. Ja, en ben jij daar zitten? We gaan door de drive daar zitten. Ga je door de drive moeten, hoor. Waar gaan we doen met drive? Met drive, ja, we gaan wel binnen bestellen dan. Oh, met Mackie. Met McDonald's. Ja. Yay. Oké, okay, we gaan. Jullie, doe we zijn door de drive. Gaan lekker McDonald's eten. Het zit gewoon lekker, hoor. Kijk hoe ze zit. Kijk, Shadi. Ja, hallo mensen. En dan gaan we echt naar huis, want Shadi moet morgen weer vroeg aan het werk. Dus ik ben deze week gelukkig vrij. Maar ik ga kijken of ik avonddiensten kan pakken nog. En dan volgende week gaan we lekker weg. Maar naar waar, weet jullie nog niet. Dat zien jullie nog wel. Dat zien jullie straks. Kom helpen die apparaten tillen, hoor. Kom helpen die apparaten tillen. Wacht even. De kast zit erin. En het past, hè? Het past. Dus eigenlijk heb ik weer geld van jou gewonnen. Weer een weddenschap gewonnen. En nu? En nu? Ja, en nu? Ah, maar het wordt wel beloond. Ik weet niet of ik deze dingen dan naar voren. Nee, ik weet het niet. Hij staat in ieder geval. Hij is mooi, ja. En hij is mooi, maar morgen gaat het echt mooi maken. Voor nu gaat eten en naar mijn bed. Nou mensen, dit was onze vlog voor vandaag. Willen jullie suikerspin en popcorn op jullie feestje? Kijk op de Facebook. Niet te boeken. Kom eens grootste er doorheen. Je kan op Facebook, op de Facebookpagina van Chef as Candy kan je gaan. Kan je ons een berichtje sturen. We reageren zo snel mogelijk. En wie weet staan we binnenkort bij jullie. Ik wens jullie in ieder geval allemaal een fijne avond. En ik hoop tot snel. En sowieso tot de volgende vlog. Bye bye. Swai swai. Tot de volgende keer. You know me, you know me, it's true. Ain't no prison can hold up. Mountains we climb up.